Heel erg tof. Je zou bijna zeggen dat jullie van elkaar hebben afgekeken. Dit is Samsung Game Crafters. We gamen erop los. Of dat nou op onze tv is of pc. En in Nederland zijn we daar heel erg goed in. Ook in het maken van games. De nieuwe generatie creators laten jou zien hoe zij de grenzen verleggen van gaming. En dat doen ze met de nieuwste technieken, de nieuwste Samsung hardware en natuurlijk hun eigen creativiteit. En wij volgen die reis van begin tot eind. De opdracht van deze week. Maak een catwalk met outfit. Met daarin niemand minder dan gamefluencer Saar Live. Welkom bij Samsung Game Crafters. Dit zijn de crafters van deze week. Suzanne, student mediavormgever uit Rotterdam. De volgende, Jippe, student creative media uit Breda. En Iwan, student software developer uit Eindhoven. Welkom. Dan is het tijd dat we onze gasten bij gaan halen. En vandaag is dat niemand minder dan Saar. Van vrolijke platformgames tot aan scary horror games. Je vindt bij Saar een uitgebreid aanbod. Yay, we gaan voor goud. Ze deelt haar passie voor gamen met haar community. En ze doet natuurlijk wat ze graag wil. En dat is gamen. En natuurlijk is Saar hiermee op Twitch te vinden. Ik heb er heel veel zin in. Voor ons staan drie kandidaten die staan te popelen om met hun skills aan de gang te gaan. Onder andere speel ik ook The Sims 4. In deze game kan ik mijn creativiteit helemaal kwijt. Ik kan bouwen, maar ik kan ook outfits samenstellen. Jullie moeten een outfit samenstellen die geheel in mijn stijl is. Maar niet alleen de outfit, jullie moeten ook een catwalk ontwerpen waarin de outfit gepresenteerd kan worden. Jullie krijgen 1 week de tijd voor deze opdracht. En die tijd begint nu, dus begin met schetsen. Toen ik de opdracht kreeg, dacht ik, ja, dat zal wel makkelijk zijn. Wat heel moeilijk is van dit programma is natuurlijk dat je modellen moet maken en gebruiken. En die moeten ook werken. Hey, ik ben heel erg benieuwd of jij al een beetje een idee hebt wat je wil gaan maken. Ja, nou, je hebt dus best wel brede broekspijpen en je hebt een dikke trui. En ik kreeg heel erg herfst vibes, dus kleuren daarvoor een beetje. Dus ik denk, ja, bruin en een echte herfst outfit ga ik maken, ja. En dit wordt dan Saar, denk ik, hè? Ja, klopt. En nu moet ik er nog een outfit bij verzinnen. Ja, precies, maar de basis is er. Dit is heel goed. Ja. Hoe staat het ervoor? Mijn idee was eigenlijk om ook nu een beetje over je Twitch heen te gaan om te kijken wat voor kleuren er allemaal nog te zien zijn. Omdat je veel games speelt, ook een beetje variatie daaruit halen. Bijvoorbeeld horror games, een beetje die richting in te gaan. Tijd om thuis verder te gaan. Jullie hebben 1 week de tijd voor deze opdracht. En dan zien we jullie volgende week weer terug. Ik ga denk eerst even kijken hoe alles nou precies werkt met elkaar. Want ik heb hier dan meerdere programma's voor nodig. En dan hoop ik dat ik dat dan zo kan gebruiken om dat allemaal in elkaar te zetten. Hey Jippe, alles goed? Hoe gaat het gamecraften? Ik heb nu de outfit heb ik een beetje af. Ik ben meer een beetje de streetwear kant opgegaan. Wat vind je het moeilijkste aan deze opdracht? Nou, het lastigste is de echte challenge van het in het programma te krijgen. Dat vind ik heel erg spannend om te zien. Ik wou dus graag met kleuren werken en zo. Dus daar ben ik een beetje mee aan de slag gegaan. En mijn inspiratie, ik vind het topje eigenlijk best wel klein. Ik ga dit misschien wat ietsje groter maken. Het is wel gelukt. Ik ben best wel blij met het resultaat. Maar het heeft me wel wat tijd gekost. Hey Ivan, goed dat ik je zie. Hoe gaat het? De uitdaging zit echt in het maken van de outfit. Daarvoor gebruik ik vooral gewoon de Insta en de Twitch om te kijken van hey, wat draagt ze normaal altijd. Zet hem op, zou ik zeggen. Ik zie je in de studio. Hey. Hoe is het gegaan? Veel uitvogelen voor mij. Klopt, ja, bij mij ook. Ja, jullie hebben een opdracht gekregen van Saar. Jullie moesten een outfit voor samen denken, samen met een catwalk. Suzanne, wij gaan als eerste naar jouw werk kijken. Het is de catwalk en de outfit die ik heb gemaakt. Ik heb een soort van best wel groot plot gebruikt en daar heb ik best wel veel natuur in verwerkt. Een soort van tropische plek geworden. Ik ben super veel met planten gaan werken en zo en met natuur, de heuvels, water en zo. En daar heb ik een soort van leuk, cozy dingetje van gemaakt. Wat ik wel leuk vind, is dat het dicht bij mijn outfit ik vandaan ligt. Heel erg tof. Ook die moderne stijl en alle palmbomen en de zon. En ja, dit is wel ook echt wel een outfit die ik in het echt zou kunnen dragen met de ballonmouwen. Dat vind ik heel erg leuk. Dan gaan we nu kijken naar jouw werk, Iwan. Heel veel pizza's. Dat is al goed. In eerste instantie had ik vooral gewoon alles gemaakt, zeg maar, het zwembad. Toen dacht ik van, hey, dat is misschien wel leuk om bij de catwalk erbij te doen. Ik vind het vet. Ik vind het ook wel cool dat het een zwembad is.
Ik zou er zelf wel in gaan. Ik lig graag te relaxen, dus dat is... Alle outfits komen voorbij. De outfit die je daar momenteel ziet, die heb ik ook exact nagemaakt van een reel die jij gemaakt had. Ja, ik vind het heel leuk dat je echt weer ook hebt opgelet op wat er op mijn social media allemaal voorbij komt. En ook hier herken ik mijn stijl en ik weet precies welke outfit je bedoelt bij deze die toevallig voorbij komt. Jippe, dan gaan we nou kijken naar wat je hebt gemaakt. Je draagt erg veel groen en ik ben uiteindelijk een beetje meer naar streetwear gegaan. De broek had ik op je Instagram gezien. Die vond ik heel erg leuk. Zo ben ik eigenlijk een beetje tot hier gekomen. Ik vind met name weer leuk dat er ook hier inderdaad mijn eigen stijl echt weer in terugkomt. Je zou bijna zeggen dat jullie het hebben afgesproken of inderdaad van elkaar hebben afgekeken. Dus echt wel goed opgelet op wat ik leuk vind. Ik ben helemaal tevreden. Ik ben blij. Wat goed. Nou, jullie hebben super mooie dingen gemaakt. Jullie mogen heel trots zijn op jezelf. Zit je nou thuis te kijken en denk je, ik wil ook toffe dingen maken in videogames? Dan heb ik goed nieuws. Ik heb namelijk voor Samsung de Kickstart Classes gemaakt, waarin ik je stap voor stap meeneem in het proces. Die kan je vinden hier met de link in de beschrijving. Dankjewel voor het kijken.